Oh, help. Het zweet breekt me nou best wel een beetje uit, hè? In De Beste Wensen gaan onze presentatoren, YouTuber Sophie Milsink, zangeres Maan en 538-DJ's Barend van Delen en Daniel Lippens in tweetallen op pad om de grootste dromen uit te laten komen. Vandaag gaan Barend en Sophie naar Rotterdam om een spannende wens in vervulling te laten gaan. Hey, ik heb een envelopje voor je meegenomen. Oh, ik hoop dat jullie een droge onderbroek mee hebben. Onderbroek vind ik het minst seksuele woord op aarde. Vandaag belooft namelijk een hele spannende dag te worden. Ja. Sterre is 21 jaar en is bezig met het behalen van haar rijbewijs voor buschauffeuse. Ja. Zij heeft een hele grote angst die zij wil overwinnen. Met bus en al te water gaan. Puntje, puntje, puntje. Succes. Uitroepteken, uitroepteken. Ik ben nu wel een beetje benieuwd naar wie deze meid nou eigenlijk is. Je weet hoe vrouwen dat altijd doen, toch? Die gaan wel full stalker modus, gewoon alles opzoeken. Ja, maar dat doe ik ook. Ik vind haar wel een hele leuke meid. Ik heb haar vriend al gebericht. Hij zorgt ervoor dat ze straks naar het café gaat komen. Heb jij ooit in de horeca gewerkt? Ik denk dat het beter is voor iedereen in de hele mensheid dat ik niet in de horeca ga werken. Maar we gaan het zo meteen wel even doen. Als je een glas wijn door je haar wil, dan moet je vooral mij in de bediening zetten. Oké, dus... Jij gaat naar de afwas. Ja. En ja. Ik ga serveren. Jongens. Hey, volgens mij komt ze eraan. Oh. Ja. Ze denken dus dat ze een auditie komt doen voor 538. Ja. Totaal niks in de gaten. Ze komt ook echt binnenlopen met het idee van ik heb een casting. Ja. Goedemiddag. Ik heb vast een glaasje water voor jou. Oh, super. Zo. Ja. Alsjeblieft, ik kom zo weer terug bij je. Helemaal goed. Ze zei dankjewel. Nee, volgens mij heeft ze nog niks door. Ze is een heel sympathiek, leuk meisje. Ik kom even, heel even bij je aan tafel. Ben jij Sterre? Ja, ik ben Sterre. Aangenaam. Hoi. Wat heb je voor wens ingevuld en vooral waarom? Nee, dat ik met de auto in het water wil gaan. Je bent daar heel erg bang voor, toch? Ja, ik ben ontzettend claustrofobisch. Ja. Oei. En ik vind het dus niet fijn om vast te zitten in gesloten ruimtes. En ik denk, nou, het is natuurlijk ultiem als ik gewoon dan in de auto het water in kan. We gaan vandaag het een en ander ondernemen. Ik kan je wel vertellen, wij scheiden hem ook in ons broek. Ja, dat is al van... Oei. Ja, heel veel... eigenlijk een beetje schrik. Ik ga ervan uit dat ik opgehaald word voor een gesprek van 10 minuten. Dat ik weer in de auto naar huis kon en lekker op een bank kon liggen. Maar dat gaat dus blijkbaar niet gebeuren. We zijn er! Wij hebben een ander soort openbaar transport voor jou bedacht. Wij gaan lekker een rondje op de watertaxi. Wat voel je nu? Nou, ik vind het wel spannend. Ik kan gewoon niet zo goed over boten. Ja. Nee. Heb je je jatje reispinnetjes bij je, toch? Ja. Nou, dan springen we gelijk, hup, het water in. Heel goed. Bij paniekaanvallen heb ik geleerd op school. Even lesje psychologie van. Paniekaanval is, je voelt angst en je brein denkt, oh nee, ik ga dood. Waardoor je lichaam gaat reageren op die gedachte. Waardoor je mega flipt. Dus jouw brein reageert op een bepaald soort gevoel als een soort van doodgaan. Nou, bedankt voor alles. Voor alles, echt heel gelukkig. Wij zijn hier namens 538. Ja. Voor de beste wensen. En Sterre heeft een wens ingeleverd. Sterre wil wat angst overwinnen. We hebben al een rondje gemaakt over het Rotterdamse water. Ja. Nou, dat ging allemaal goed. Ja. En nou willen we nog weten hoe het is als je nou ook een inslag maakt op het water. Ja. Daar hebben we deze voor. Gaan we het doen? Hell no. Hashtag slecht gaan. No. Maar het is 1 seconde spannend en dan is het alweer voorbij. Ja, maar ik denk dat je binnen 1 seconde het water al hebt geraakt. Ja, maar dat is goed. En daarna voel je niks meer. Dus gaan we ervoor of niet? Gaan we het doen? Nee, we staan hier niet voor niets. Hè? Oh, ik ben jou cool. Haha, zo geef ik even. Jij gaat links bovenin zitten. Nee. Zo, ik kan je 1 ding vertellen. Het zweet breekt me nou best wel een beetje uit, hoor. Achteruit erin. Ja. Moet ik hierin zitten? Is dat veilig? Oh, help. Boas, lieve zoon van me. We kennen elkaar nu 16 weken. Laten we hopen dat het er 17 gaan worden. Sterre, dit gaan we gewoon doen. We gaan heel hard schreeuwen, Sterre. Oh, ik kan bijna wel janken. Ja, sorry. We gaan heel hard schreeuwen. Ja.
Sterre. Ja. Even zonder gekheid. Je bent echt een topper. Oh, ik durf niet. Natuurlijk wel. Lekker blijven zitten. Oké, Bruno, wil je de veiligheidspin verwijderen? 3, 2, 1. Help! 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 Even gewoon een groot applaus. Gewoon een groot applaus voor de montage dit, jongens. Dit doe je gewoon wel even. Ja. Maar je zat echt met een stalen gezicht. Hij ging te water en ik keek even naar jou en ik dacht, like she doesn't give a flying fuck gewoon. Ik zeg, zij is zo kick-ass. Twee dingen. We hebben op een watertaxi gezeten. We hebben ons laten lanceren in een soort van wubbel-orkels apparaat. Jij dacht dat je naar huis ging al? Ja, alweer. Het hoofdste stiekem wel. Wat we nu gaan doen, is waarvoor jij je hebt opgegeven. Ja. Je bent al te water gegaan, ja. Maar dan is de vraag nog, hoe kom je eruit? Ja. Heftig, heel intens, maar dat komt ook omdat al die emoties op je inwerken. Niet zo leuk. En het is ook best wel spannend. Let's go voor de tweede ronde. Ik raak in paniek en ik wist niet meer wat ik moest doen. Dus ik krijg alles water krijg ik binnen. En ik kom eruit en ik schrik me natuurlijk helemaal rood. We gaan het nu gewoon even afmaken. Dus als jij in het donker die dijk afdondert, dan gaan we nu leren hoe je daarmee moet omgaan en dat gaan we gewoon fixen. Zo, dit was een lekker dagje voor de beste wensen van 538. We hebben Sterre hopelijk haar angsten een beetje leren overwinnen. Sterre, mag je een duim omhoog? Yes. Heb je een toffe dag gehad? Absoluut. Lekker zo. Wij zijn in ieder geval echt, echt enorm trots op jou. Super. Want wij scheten hem ook 3 dubbel in ons broek. Heel wel. Sterre. Ja. Is jouw wens in vervulling gegaan? Absoluut. Woe! Ja. Oh, ja, jij ook. Dat was een hele slechte high five. Dit was een extreem vette dag. En met extreem bedoel ik extreem super vet. Hoe is de stand van zaken, Barend? Ik voel me een beetje Klaas Spielgenaal. Vonden jullie dit nou ook een super vette video? Vergeet dan niet te sharen, te abonneren en te liken. En als je nou ook mee wil doen aan deze actie van de beste wensen, geef je nou vooral op via 538.nl/acties. Ja. En zet een keer wat liefst over Sofie in de comments. Zou ik leuk vinden. Zou wel op zich leuk zijn. Doeg. Goedemiddag. De beste wensen van 538.